Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 24 april. Mijn neefje is vandaag jarig, dus ik ga zo meteen even een appje sturen om te feliciteren. Vandaag gaan we lekker barbecuen, echt super veel zin in. En als het goed is, komen vandaag nu echt mijn kralen binnen. Er staat dat ze tussen 11 en 3 geleverd worden. Dus dan ga ik vandaag lekker sunny koorts maken. Ik ga nu eerst even mijn bed opmaken. En als je denkt, ga eerst douchen. Dat heb ik al gedaan. Ik heb al gedoucht, maar ik heb niet mijn haar gewassen. En ik heb eventjes dat grote t-shirt weer van gisteren aangetrokken. Want dan kan ik zo meteen even rustig mijn make-up doen. Maar ik ga eerst even mijn bed opmaken. Oké, ik ga dus even wel wat make-up op doen. Vinden jullie de achtergrond leuk? Ik weet niet. Ik zei het vanmorgen tegen Miel. Maar als ik nu 's ochtends wakker word en ik kijk naar die muur. Het klinkt heel gek hoor. Maar het is natuurlijk zo'n rustige kleur. Het is natuurlijk geen kleur. Gewoon zo'n rustige muur vergeleken met die fel roze muur. Dus als ik naar kijk en wakker word, dat ik dan gewoon zoveel meer rust voel of zo. Ja, het klinkt echt heel zweverig. Maar ik voel gewoon veel meer rust nu als ik wakker word. Dagcrème heb ik al opgedaan. Dat is die van Babor die ik altijd gebruik. En dan ga ik beginnen met mijn wenkbrauwen. En daar gebruik ik nog steeds dit setje voor van Catrice. Dus, en trouwens gisteren, ik weet niet of je het goed kunt zien. Stilscherp op mijn duim. Kijk, gisteren heb ik dus per ongeluk, of eergisteren was dat zelfs, heb ik een snee gemaakt met dit ding in mijn hand. Toen ik, het behang van de muur ging afhalen. Maar volgens mij is hij echt helemaal geïrriteerd en jeukt ook zo erg. Maar goed, waar zijn mijn wenkbrauwpoeder? Oh, daar. En ik probeer er iedere keer op te drukken in de hoop dat hij niet verder gaat. Ik wil ook zo graag weer, jongens, mijn haar laten verven. Kijk, het is nog wel steeds heel erg blond voor mij doen. Maar het lijkt wel alsof als ik mijn haar verf, alsof zeg maar de verf dan eventjes pakt. En daarna komt mijn eigen kleur er weer doorheen. En Julia zei, ja, dat kan in principe niet. Want geverfd haar is geverfd haar. Dat kan niet je eigen kleur dan weer terug worden. Maar volgens mij heb ik echt toverhaar, want ik vind mijn haar steeds weer donkerder worden. En tuurlijk heeft dat ook te maken met mijn uitgroei. Want hier bovenop is gewoon mijn eigen kleur. Maar als de kappers open gaan, weet ik zeker wel dat ik mijn haar weer eventjes wil gaan verven. Oh, jullie zijn best wel een beetje overbelicht. Maar goed, dat is een zorg voor later natuurlijk. Eerst maar hopen dat alles weer gewoon helemaal normaal wordt. En volgens mij vertelde ik in 2 vlogs geleden of zo, dat mijn school ook dicht zou blijven tot 1 juni. En dat is ook wel zo. Alleen we hebben gisteren dus door gekregen dat we wel naar school mogen om examens af te leggen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Want dat betekent dus gewoon dat ik dit jaar voor de zomervakantie nog mijn diploma kan halen. En daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Aangezien ik me natuurlijk in heb geschreven voor een nieuwe opleiding, is het wel handig als ik dan ook een diploma heb om daar naartoe te gaan. Is je zo'n wenkbrauwgel? Ik heb trouwens echt, deze concealer is echt top hoor, daar niet van. Maar heel mijn spullen, ja, ik weet niet of je het kunt zien. Helemaal vies, dus moet je er eventjes iets op bedenken. Misschien dat ik hem in een plastic zakje moet bewaren of zo in mijn make-up tasje. Want alles zit helemaal onder. En dat vind ik echt zonde. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik keek net op de DHL app om te kijken of die kralen al kwamen. Maar het is dus weer vertraagd. Terwijl ik had het vrijdag besteld. Maandag heb ik een mailtje gekregen van de website dat ze het verzonden hebben. Het is vandaag vrijdag en het is weer vertraagd. En ik snap dat het heel druk is. Maar staat ja, het heeft 1 tot 2 werkdagen vertraging. Dus dan zou het echt 1,5 week geduurd hebben voordat het binnen is. Dus ik heb niet eens meer zin om überhaupt die stomme kettingen of sunny cords te maken. Misschien ga ik het wel gewoon terugsturen. Doei. Maar goed. Ik heb me nog niet aangekleed en mijn haar ook nog niet gedaan. Want ik ga nu eerst eventjes de vlog bewerken. Dan ga ik me straks wel een beetje normaal aankleden. Maar ik ga de vlog dus alvast bewerken. Omdat ja, ik denk dat ik daar vanavond geen tijd voor ga hebben. En dan is dat maar gewoon gedaan. Ik ga eventjes wat pakketjes inpakken. Want ik heb weer wat dingetjes verkocht op United Wardrobe daarnet. Dus dan kan ik die gelijk nu op de post doen. Dat is wel heel erg fijn. Want hopelijk worden ze dan vandaag nog verzonden. En ik heb net nieuwe schoenen besteld. Echt, oh my god, er staat wel pas. Dat ze 12 mei binnenkomen. Dat is over 2,5 week.
Maar Rosa die had ook laatst op die site schoenen besteld. Stond ook dat ze pas 30 april zouden komen. En die had ze ook al na een week. Dus ik hoop dat ik ze ook al iets eerder krijg. Goed, bij het ademen niet. Maar ik heb dus deze besteld. Deze Yeezys. En dit zijn de 350. En ik heb natuurlijk al de 700 Boost. Ik zeg trouwens altijd Boots. Boots, dat zei ik altijd. Maar het is Boost. Maar goed, die heb ik dus besteld. Dus ik hoop dat die snel binnenkomen. Echt super, super blij mee. Maar ik ga even je pakketjes inpakken en dan eventjes wat anders aantrekken. Want dit shirt kan natuurlijk niet voor naar buiten. Het is wel echt een mega lekker shirt trouwens. Het is een shirt van de mannenafdeling van District. En dan hier heb je van die tekst staan. En op je rug ook allemaal tekst. Heel leuk om in te chillen, maar niet echt leuk voor het postkantoor. Dus ik ga eventjes pakketjes inpakken. Ik heb nu dit aangedaan. Dit blouseje van de Zara. Mijn broek is van de Monkey. En ik kreeg een paar vragen van welke maat ik hiervan heb. Wij staan van de trap. Maar ik heb maat 27 van deze broeken. Dan heb ik mijn Yeezys eronder aan. En deze tas mee van de Zara. Want hier zitten de pakketjes in. Dus. Wij hebben boodschappen gedaan voor het barbecue. Waar ben je nou? Oh, daar. Ik zal even laten zien wat we allemaal hebben. Voor vlees. Oké. Varkens entrecote lapjes. Gaan we eten. We hebben hamburgers. We hebben kipsaté. En vorige keer van het barbecue met mijn vader hadden we nog worstjes over. We hebben nog carbonaatje gehaald. En we hebben hier ook nog... Ja, ik kan het even laten zien. Nog, wat is het eigenlijk? Speklappen, die hadden we ook nog over van de vorige keer. We hebben lekker satéetje, we hebben lekker sausjes, lekker stokbroodjes, patatjes en zo. Dus, ja. En er is een pakketje binnen, dus die ga ik boven even lekker openmaken. Het is nu volgens mij rond 4:15 of zo. We hebben nu de tuin een beetje neergezet en stoelen en alles neergezet. Want we hebben wel één bank. Maar zit je heel erg dicht op elkaar. En dat willen we natuurlijk niet. Ik had een bestelling geplaatst op United Wardrobe. Want er was een meisje. En die had een shirtje te koop staan. Die wilde ik heel graag hebben. En bij de Zara was die uitverkocht. En ze had hem nog nooit gevraagd. Dus. Is binnengekomen. En dat is deze. Kijk hoe leuk die is. Echt heel erg leuk. En hij is dus in een maatje S. En hoe heet dat? Ze zei dat dat wel moest passen omdat hij voor haar juist net te klein was eigenlijk. Dus dat hij best wel klein valt. Dus ja, vandaar. Ik hem eerst eventjes ga wassen voordat ik hem... Ook al heeft ze hem nooit gedragen, zegt ze. Klinkt altijd lastig, want eigenlijk wil ik hem gewoon... Nee, ik ga hem wel eerst eventjes wassen gewoon. Maar heel erg blij mee. Oké, andere positie. Heel ander hoofd. Ik zie er echt niet uit. En een andere dag. De dag... Het beginstukje van deze vlog was gefilmd op vrijdag. En het is vandaag zaterdag. En eigenlijk na 4:00 of zoiets heb ik... Ja, 4:00 volgens mij ongeveer. Heb ik dus niks meer gefilmd. We zouden natuurlijk gaan barbecuen met wat vrienden. Hebben we ook gedaan. Op afstand in de tuin was heel erg gezellig. Maar ik was daar eigenlijk... Ja, sinds zij kwamen mijn camera eigenlijk een beetje soort kwijt. En ik had ook niet echt de behoefte om hem heel dringend te gaan zoeken of zo. Want het was gewoon wel echt heel gezellig. Maar ik voelde me toch wel vandaag een beetje schuldig over dat ik zo weinig heb gefilmd, denk ik. Ik heb de video nog niet bewerkt. Dus ik dacht, ik ga weer wat vragen beantwoorden. Want vorige keer had ik dat in een video ook gedaan. In een dagelijkse vlog. En toen vroeg ik of jullie dat leuk vonden om vaker te zien. Om mij nog ietsjes beter te leren kennen. En toen zeiden jullie dat dat jullie wel leuk leek. Dus ik heb weer op Instagram gevraagd of jullie wat vragen voor mij hadden. Dus ik ga deze keer ook weer wat vragen beantwoorden. En ondertussen mijn make-up doen. Want ik lijk echt een spookje. Ik ga even beginnen met mijn dagcreme. Het was dus echt heel erg gezellig gisteravond. En ja, we waren ook pas best wel laat wakker. Of nou, laat. Eigenlijk viel het best wel mee, maar we zijn heel erg lang nog in bed blijven liggen. En ik zit trouwens even in de kamer van mijn broertje, omdat Milan dus in mijn kamer in bed ligt. En ja, ik ga hem daar niet wegsturen. Laat ik de eerste vraag erbij pakken. Zou je ooit nog een keertje je haar willen verven? En dat is best wel nog... Ja, originele vraag. Ja, ik wil heel graag mijn haar weer blonder hebben. Ik heb mijn haar afgelopen jaar best wel vaak blonder geverfd.
drie keer of zo. Nee, vier. Ja. In 2019 heb ik het drie keer blonder geverfd. Het lijkt alsof mijn haar gewoon weer donkerder wordt of zo. Het is zo bizar. Maar ja, ik zou nog wel heel graag maar dus nog blonder willen. Vooral voor de zomer vind ik dat gewoon echt heel erg leuk. En heel erg mooi staan. Dus ja, ik zou maar nog wel heel graag nog blonder willen. Dus als de kappers weer open gaan, dan ga ik daar ook zeker denk ik wel een afspraak voor maken. Iemand vraagt, hoe vind je het om dagelijks te vloggen? Ik vind dagelijks vloggen echt onwijs leuk. Veel leuker oprecht dan ik had verwacht. Ik had verwacht dat ik er veel meer moeite mee zou hebben om iedere dag een dag te kunnen opvullen. Maar volgens mij gaat dat best goed af. En door af en toe een soort van apart er iets doorheen, toen heb ik wel het idee dat het ook een beetje leuk blijft voor jullie om naar te kijken. Maar bijvoorbeeld wat een Marcia van Beauty Gloss doet, dat zou ik echt niet kunnen. Of 4 of 5 jaar lang dagelijks vloggen. Dat zou denk ik dan weer niet kunnen. Maar ja, doordat ik nu dus merk van ook, vind het toch wel echt heel erg leuk. Heb ik nu ook zoiets bij mezelf van, ja, dan ga ik het met vloggen straks ook gewoon doen in december. Als het gaat lukken met school en zo. Want ik ga natuurlijk aan een hbo beginnen. Dus ja, dat gaat waarschijnlijk wel tijd, veel tijd en zo vragen van me. Make-up ziet er echt niet uit vandaag. Maar eigenlijk boeit het ook niet. Want ik ga toch de deur niet uit. Maar ik dacht, ik doe een beetje make-up. Dus dat doe ik misschien nog wel beter. Maar ik kreeg ook een aantal vragen over mijn HBO. Over mijn volgende studiekeus. Ja, hoe ik de keuze heb gemaakt. Ja, ik kende de opleiding Creative Business al wel een tijdje. En ik was er heel erg over aan het twijfelen. Dus of Creative Business of interieurarchitect. Zo, goedemorgen. En toen had ik eigenlijk daarna vrij snel de keuze gemaakt dat ik toch voor creative business wilde gaan kiezen. Toen twijfelde ik heel erg tussen Amsterdam en Den Haag. Maar ik heb me afgelopen week dus ingeschreven voor Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam. En dan creative business voltijd. Ik zat ook heel erg te kijken naar deeltijd, maar deeltijd en voltijd verschilt qua jaren niks. Het duurt allebei 4 jaar. Alleen je hebt minder vaak les in de week. Maar ik denk dat ik wel de begeleiding van de voltijd gewoon nodig ga hebben. Want ja, ik kom van de MAVO af. Ik heb VMBO TL gedaan. Heb ik mijn diploma gehaald. En ik heb dan nu bijna hopelijk mijn MBO diploma gehaald. Dus ik denk wel gewoon dat ik die begeleiding nodig zou hebben. Omdat HBO natuurlijk een hele andere denk- en leerwijze is dan het MBO en de MAVO. Dus dat. Hoe lang moet je reizen naar je nieuwe school? Ja, dat is wel echt een dingetje waardoor ik heel erg twijfelde om naar Den Haag te gaan. Want kijk, de opleiding Creative Business van Den Haag en Amsterdam verschilt gewoon heel erg qua wat je krijgt op school. En de stof sprak mij in Amsterdam veel meer aan dan in Den Haag. Alleen Den Haag is voor mij een kwartier met de scooter. En Amsterdam is van huis tot aan school 2 uur reizen. En dan moet ik eerst met de scooter naar Centraal. En dan vanaf Centraal moet ik de trein pakken. Volgens mij moet ik dan ook weer overstappen op de bus. Maar uiteindelijk heb ik toch voor Amsterdam gekozen. Omdat Rosa zei ook. Rosa en ik gaan trouwens samen naar Creative Business Amsterdam. Het was sowieso heel toevallig dat we allebei die opleiding wilden kiezen. Maar ik denk dat we toch wel een beetje samen hebben gekozen voor de locatie. Omdat we hebben niet zeg maar gezegd van ja, je moet daarheen. Maar automatisch ga je wel denken, oh ja, zij gaat naar Amsterdam. Zou ik ook gewoon naar Amsterdam gaan? Snap je zo? En Oshie, een ander vriendinnetje, die gaat ook naar Amsterdam. Dus dat is heel erg leuk. En een ander meisje van school, die nu bij mij op school is, die gaat ook naar Amsterdam. Dus ik ken er wel gelukkig al een paar. Maar Rosa zei ook, weet je, ik ga liever 2 uur reizen, want het gaat wel om de toekomst. En als ik ja, die 4 jaar leuker vind in Amsterdam, dan ga ik niet 4 jaar naar Den Haag, zeg maar. Dus ja, zo lang moet ik dus reizen. Wat mis je het meeste nu door het coronavirus? Nou, ik mis het meest dan gewoon de gezelligheid. Zeg maar, ik heb gisteren na 6 weken weer vrienden gezien. Tuurlijk had ik Zoe wel tussendoor gezien, maar dat was eigenlijk de enigste. En gisteren heb ik dan weer 2 anderen gezien. En ja, ik weet niet. Ik mis dat gewoon heel erg. Terwijl normaal ben ik heel erg om mezelf en alleen thuis en lekker vinden en zo. Maar nu merk ik toch wel echt dat ik denk van ja, ik mis dat wel gewoon. En de festivals ga ik ook missen, want alle festivals gaan dus niet door, als je nog niet had gehoord, tot 1 september. En ik had echt bizar veel festivalkaarten. Maar als het goed is, krijg ik wel van alles gewoon mijn geld terug. Wat voor baantje had je toen je jong was? Dat vind ik wel heel leuk om te beantwoorden. Dat heb ik volgens mij nog nooit verteld. Nou, mijn oom die had dus een postwijk. En dan niet zeg maar met die weekkrantjes zeg maar van Kruidvat en zo. Maar gewoon echt post. Dus echt belastingbrieven en gewoon echt geadresseerde post.
En ik was toen volgens mij 14 of 15 toen hij daarmee stopte. En ik wilde heel graag werken. Alleen ik had gewoon al heel lang voor mezelf van, ik wil niet in de supermarkt werken. Ik weet niet waarom, ik wilde dat gewoon niet. En toen stopte hij daar dus mee. En toen ben ik dus, heb ik die postlijn van hem overgenomen. Officieel mag dat pas vanaf je 16e. Maar mijn vader had me erbij geholpen. En dan was het weer zo, als je vader erbij hielp of een ouder iemand, dan mocht het weer wel. Dat was hele gekke logica. Maar dat heb ik toen gedaan. Dat heb ik tot echt nog heel lang gedaan. Ik heb dat even denken. Tot januari 2019 heb ik dat nog gedaan. Dus echt 5 jaar of zo. 4 of 5 jaar zoiets volgens mij. En dat was eigenlijk een beetje zeg maar mijn eerste baan. Ja, je kon niet echt een baantje noemen. Want het was hier in de wijk. Want het was echt toevallig de wijk hier omheen. Daarom dat ik hem ook had overgenomen van mijn oom. Omdat het gewoon lekker dichtbij was. En een makkelijke wijk. Dat zag ik niet echt als... Ja, natuurlijk, het was wel werk. Maar ik was er zo mee klaar. En het verdiende gewoon goed voor die leeftijd. Het verdiende echt best wel veel. Toen ik 16 was geworden, vond mijn moeder wel dat ik ook in een echte winkel moest gaan werken. Toen heb ik 3 maanden bij Bakker Bart gewerkt. Bij een broodjeszaak. Maar dat was niet echt iets voor mij, kwam ik achter. En ik vond het gewoon niet echt leuk. Ik had niet echt een lekkere klik met die mensen. Er waren gewoon hele andere soort types. Uit vriendin van mij, Romy, die werkte daar dan wel. Maar we werkten eigenlijk nooit samen. Dus had ik ook geen bal aan. Dus toen ben ik daar gestopt. En het was eigenlijk best wel toevallig, want ik werd toen gevraagd om in een kinderkledingwinkel te komen werken. Of nou, ja, mijn broertje die zit op voetbal. En een jongetje bij hem in zijn team, zijn moeder werkt in een kinderkledingwinkel. En toen was mijn moeder een beetje aan het vertellen van, dat ik wel klaar was met Bakker Bart en dat ik daar heel graag weg wilde. En toen zei ze van, laat er anders langskomen, want wij zoeken nog iemand voor een kinderkledingwinkel. Dat is hier in Wateringen is dat. Toen heb ik daar 1,5 jaar gewerkt, denk ik. Tot december 2019 was dat. En toen in maart 2018, toen maart 2019 ben ik begonnen bij het zwembad. Om kinderzwemles te geven. En dat doe ik nu nog steeds. Nu natuurlijk niet, want het is gesloten. Maar daar werk ik nu nog steeds. Dus daar werk ik nu 2 jaar. Dus, en dat vind ik nog steeds heel erg leuk. En dan heb ik heel erg naar mijn zin daar en zo. Dus dat. Mijn make-up zit er alweer op. Ik ga niet heel iets bijzonders doen voor vandaag. Mijn haar. Nu, ik wil eigenlijk even een staartje hierboven opmaken. Maar ik heb geen elastiekje. Lippenbals op wacht. Als je je eigen voornaam zou mogen kiezen, wat zou dat dan zijn? Ja, toen, voordat ik geboren werd, zaten mijn ouders bij mij heel erg te twijfelen tussen Fleur en Joy. En ja, ik weet het, ik vind mijn naam wel prima. Ik vind Fleur wel een prima naam, maar als we me Joy hadden genoemd, had ik dat ook heel erg leuk gevonden. Maar het ziet er echt niet uit, ik zie er sowieso echt niet uit. Had ik dat ook heel erg leuk gevonden. Als ik een jongen was geweest, had ik Bo geheten. En dan B-O gewoon, echt heel simpel. Ja, als ik een jongen was geweest, had ik Bo geheten. Had ik ook op zich wel een leuke naam gevonden, maar wel heel kort. Ja, Fleur of Joy. Ja, ik vind mijn naam wel prima. Ik zou mezelf ook niet echt weten wat voor naam ik mezelf anders zou moeten geven. Soms zitten we wel eens met, ik weet niet meer met wie deden we dat nou. Volgens mij deden we dat in de klas. Van, als je iemand anders een andere naam zou moeten geven, wat zou dan echt bij diegene passen? Maar ik weet niet meer wat we voor mij hadden. Ik wil het echt niet weten. Ik vind Fleur wel gewoon bij mij passen. Ik krijg super veel de vraag ook waar dit hoesje van is. Maar die heb ik dus besteld op AliExpress. En die advertentie die is toen verwijderd. Maar als je gewoon opzoekt op AliExpress Apple hoesje, dan krijg je hem vast wel. Ik krijg ook heel erg veel vragen over op mezelf wonen. En ik snap dat het een beetje ingewikkeld is of zo. Maar mijn ouders zijn dus gescheiden. Sam die woont van zaterdag tot zaterdag bij mijn moeder. En dan van zaterdag tot zaterdag bij mijn vader. En zeg maar de week dat Sam bij mijn moeder is, is mijn vader gewoon heel erg veel bij zijn vriendin. Want hij heeft een nieuwe vriendin. Wat logisch is, is dat die daar nog veel is, want ze wonen nog niet samen. En die week zijn Milan en ik eigenlijk altijd helemaal alleen hier thuis. Super chill natuurlijk. We wonen eigenlijk gewoon om de week op onszelf. Super chill. Daar krijg ik heel erg vaak de vraag over van, woon je op jezelf? Nee. En ik krijg ook heel veel vragen van, ga je met Dagmar samenwonen? Ga je met Milan samenwonen? Ik zal het even kort uitleggen. Dagmar is een van mijn beste vriendinnetjes. Echt wel heel erg lang. En Milan is mijn vriend. Maar Miel en ik hebben eigenlijk allebei zoiets van willen...
eerst gewoon met vrienden uit huis. Dus hij met zijn vrienden en ik met Dagmar. Maar ik wil pas kijken voor een huis als ik op het hbo zit. Als ik een beetje gezet op ben. Als ik een beetje inzicht heb van mijn inkomsten. Want ik wil niet ieder centje hoeven omdraaien om uit te komen om op mezelf te wonen. Want op zich heb ik het thuis gewoon prima. Het is alleen gewoon dat het me heel erg leuk lijkt om op mezelf te wonen. Dus ja, ik wil gewoon eerst mijn hbo een paar weken volgen. Een paar maanden. Kijken hoe dat bevalt. Heb ik het super zwaar dan... Ja, is op jezelf wonen ook gewoon best wel een grote stap en best wel zwaar. Dus daar wil ik eigenlijk gewoon eventjes op wachten. En Dagmar ook, want Dagmar, je gaat ook aan een hbo beginnen. En dan gaan we dan een beetje kijken hoe en wat en zo. Dus ja, ik weet niet precies wanneer, maar in ieder geval komende paar maanden nog niet. Sowieso pas als het hbo en alles weer is begonnen. Oh, dit vind ik wel een hele leuke vraag. Dat doen we dan gelijk ook de laatste vraag. Hoe ben je ermee omgegaan dat je was gezakt? Nou, voor de mensen die het misschien niet weten. Ik weet dat heel veel mensen dat niet weten. Ik ben voor mijn examen MAVO gezakt de eerste keer. Echt zwaar gezakt. Ik had ook geen herkansing meer. Of ik kon niks meer compenseren. Ik was gewoon gezakt. Ik had volgens mij alleen nog voldoende voor wiskunde en Engels, dacht ik. Terwijl Engels echt mijn slechtste vak is. Maar goed, ik had er voldoende daarvoor. Maar ik zag het eigenlijk al heel erg aankomen. Want je hebt natuurlijk 3 SE-weken. En die cijfers stellen ook mee voor je toetsen. Ik had toen mijn eerste SE-week echt finaal verknald. Ik zat toen niet zo lekker in mijn vel. Ik had net het eerste vriendje was uitgegaan, bla bla bla. En ik had mijn eerste toetsweek gewoon echt verknald. Ik had 3, ik had 4 en nou, het sloeg echt helemaal nergens op. Toen de tweede toetsweek dacht ik, oké, weet je, ik ga het ophalen. Ik ga mijn best doen. Had ik wel mijn best gedaan, maar ik had het gewoon niet opgehaald. Ik stond nog steeds heel veel 5, heel veel tekorten. En toen zakte de moed eigenlijk al een beetje in mijn schoenen en dacht ik, nou, laat maar. Toen mijn derde toetsweek, toen had ik er eigenlijk al niet meer echt zin in mijn laatste SE-week. Ik dacht, ja, ik kan wel mijn best gaan doen, maar wie zegt dat ik dit nog ga halen? En toen een paar dagen voor die SE-week dacht ik, shit, ik moet nu wel echt mijn best gaan doen eigenlijk. Want misschien kan ik het nog halen. Nou, toen had ik ook, ja, ik had wel dingen wat opgehaald, maar nog niet echt naar een 7 of zo. Het was allemaal een 4.8 of een 5.2. Het was gewoon allemaal best wel laag en gewoon best wel op het randje, zeg maar. En toen hadden we natuurlijk examens en ik had op zich wel oké geleerd. Alleen, ja, ik wist gewoon dat het heel erg lastig ging zijn om het op te halen allemaal. Ja, toen had ik mijn examens gedaan, wel gewoon heel erg mijn best gedaan. En wel hopen natuurlijk dat ik zou slagen, want het zou raar zijn als ik dat niet zou hopen. Maar toen ik gebeld werd met dat ik was gezakt, toen ja, moest ik wel heel erg huilen. Omdat het klinkt dan wel heel erg zeker van je bent gezakt. Eerst heb je nog een beetje hoop. Ik weet nog wel heel erg goed. Ik ging toen net een maand met Milan of zo. Ik had Miu toen net leren kennen. En we werden toen op een donderdagmiddag gebeld. En mijn moeder... We zouden vanaf 4 uur gebeld worden of zo. En mijn moeder die moest dan tot 3 uur werken. Zodat ze op tijd thuis was. Zodat ze er zou zijn als ik gebeld zou worden. Toen werd ik dus al opeens om 2:30 gebeld. Echt 1,5 uur te vroeg. Omdat ze... Ja, ik weet niet eens waarom ze eerder belden. Ze belden opeens veel eerder. En Milan die was echt net 5 minuten hier. Dus ik was gelukkig niet alleen thuis. Toen belde die op en zei die... Ja, Fleur met meneer bla bla. Ja, sorry, je bent gezakt. Dus het eerste wat ik zei... Heb ik ook geen herkansing meer? En toen zei die... Nee, je bent echt helemaal gezakt. En toen... Ja, vond ik dat wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant... Ik wist dat ik in een heel erg leuk jaar terecht ging komen. Want... Milan die zat dan in de derde. Die was een keertje blijven zitten. Dus die zat in de derde. Dus ik zou bij hem in het jaar komen. Er waren wel wat andere meiden die ik kende uit dat jaar. Dus ik wist gewoon wel dat er een heel erg leuk jaar aan zat te komen. Nou, toen ik gebeld was, moest ik volgens mij die volgende dag of zo. Die maandag na dat weekend moest ik naar school komen. Om te kijken of ik op het zegboek mocht blijven. Want ik zat op het zegboekcollege. En of ik een ander vakkenpakket zou kiezen. Nou, gelukkig mocht ik blijven. Daar was ik wel echt heel erg blij mee. Hij zei ook gelijk van ja, je kan het gewoon wel. Dus wie jou hier gewoon houden. En ik had een vakkenpakket waar ook scheikunde in zat. Ik had biologie, economie, scheikunde. En voor scheikunde had ik dus op mijn examen een 3 gehaald. Dus hij adviseerde mij wel om een ander vak te gaan kiezen dan scheikunde. Toen heb ik dus LO2 gekozen. Dat was lichamelijke opvoeding. Dus gewoon gym als examenvak. Want ik had dat in de derde al gehad. Alleen ik had dat toen laten vallen daarna. Dus hij zei, verwissel dat nou gewoon. Dat ga je sowieso halen. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen had ik dus gym als examenvak. En toen kwam ik inderdaad echt in een superleuk jaar terecht. Ik denk dat mijn laatste 4 MAVO jaar echt het allerleukste jaar was. Gewoon qua zeg maar grote groepen mensen. Kijk, in de jaren daarvoor had ik Dagmar gewoon altijd. Ik was heel erg gezellig met Dagmar en Hella en zo.
En we waren gewoon echt een klein groepje. Maar in vier maanden, in mijn laatste jaar, had ik gewoon één grote groep. Echt een grote, grote, gezellige groep. En dat vond ik ook heel erg leuk. En toen heb ik het wel gehaald, gelukkig. En gewoon met goede cijfers. Dus ja, dat is een beetje hoe ik ermee om ben gegaan. Ik heb er niet heel erg lang mee gezeten, omdat ik gewoon wist dat het jaar daarna eigenlijk alleen maar heel erg leuk zou worden. En ik had me er al op ingesteld dat ik zou zakken. Dus ja, oké. Ik heb er best wel lang geluld. Ik hoop niet dat het weer een te lange video is geworden hierdoor. Maar ik hoop wel dat het een beetje opvulling heeft gegeven. En of ja, dat het de video een beetje heeft opgevuld. En dat jullie het toch een beetje leuk vonden. Ja, sorry dat het niet een hele normale vlog is. Maar goed, ik hoop jullie morgen weer te zien in wel een normale vlog. En morgen in de vlog krijgen jullie te zien dat ik allemaal leuke sunnycore dingetjes wil gaan maken. Want die ga ik dus nu maken. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!